In deze video gaan we het hebben over buikklachten en met name de klachten net onder je middenrif of je solar plexus. En deze klachten kunnen voorkomen wanneer je MMA traint of BJJ. Tum en Leroy gaan posities laten zien waarin je deze regio kunt placeren. De eerste en waarschijnlijk meest bekende positie waardoor je buikklachten kan krijgen is natuurlijk de knee on belly. Wanneer je iemand geperst hebt of geperst wordt en een persoon die gooit gelijk zijn knie op je buik, zeker als het een wat zwaarder persoon is, krijgt natuurlijk heel veel compressie hier. En als reactie merk je vaak dat het lichaam in de dagen daarna of in de uren daarna heel erg gaat aanspannen. Want het lichaam heeft altijd de reactie op het moment dat iets beschadigd is of iets pijn heeft gedaan om het te beschermen en doet het door het aan te spannen. Dus dit is op zich al heel erg vervelend en kan al voor klachten zorgen zoals ademhalingsproblemen of zelfs de dagen na voor wat verteringsproblemen. Maar het kan ook nog eens zijn dat hij wil dat Leroy wat minder goed kan bewegen, waardoor hij nog wat extra zijn knie erin duwt. En dat zorgt voor nog meer compressie. Dus wanneer je knie in iemands buik duwt of wanneer je bijvoorbeeld met een takedown met je schouder invalt, dat zijn al mogelijke manieren waarop je buikklachten en daardoor bijvoorbeeld ook ademhalingsachtige klachten of verteringsklachten kan krijgen. Een tweede positie is wanneer je een triangle aan het doen bent en degene die verdedigt, die komt juist boven je te hangen en die gaat vol met zijn elleboog juist hier op die solar plexus duwen. Dus hij duwt vol met zijn elleboog erop. Eigenlijk hetzelfde verhaal als net met de knie, alleen nou is hij nog veel puntiger en hij kan veel dieper komen. Daarnaast kan Leroy ervoor kiezen om nog aan het pak van Tum te gaan trekken. Dat voorkomt ook dat Tum weg kan glijden en dan kan je nog dieper die elleboog erin duwen. Nou, dat kan weer dezelfde klacht als net veroorzaken. Gevoel dat je de dagen daarna moeilijk kan doorademen, beursgevoel, zelfs misschien een beetje probleem met je ontlasting, met je vertering en dergelijke. Het zijn allemaal redenen om eens een keer langs te gaan bij de osteopaat. Wanneer je bij ons komt in de praktijk met klachten in deze regio, dus een beetje onder je middenrif, gaan we natuurlijk eerst op zoek naar welke structuur veroorzaakt nou die klacht. Als je naar deze regio kijkt, heb je natuurlijk de ribben. Je hebt hieronder heb je je middenrif. Je hebt de maag aan de linkerkant en de lever een beetje in het midden en aan de rechterkant. Het is belangrijk om te weten, als je echt een impact hebt gehad, dus een flinke stoot, en je krijgt de uren of de dagen daarna opeens heel veel klachten, moet je altijd eerst langs de huisarts gaan. Want het kan natuurlijk zijn dat je een bepaalde ruptuur of wat dan ook hebt. Wanneer we duidelijk hebben welke structuur pijnlijk is, dan gaan we kijken hoe verhouden andere structuren in het lichaam zich daartoe. Dus zijn deze dingen ook pijnlijk? Is dit ook pijnlijk? Beweegt het allemaal goed? Is de kracht goed? Dus we krijgen een goed beeld van, hey, wat is de hele keten van de klacht? Wat we vaak zien als mensen hier klachten hebben, nou bijvoorbeeld een knee on belly of zoiets dergelijks, dan kan je een beetje vergelijken op het moment dat je een klap krijgt, dan gaat het lichaam het vastzetten uit een soort van beschermingsreactie. Dus je ziet zeg maar dat alle spieren en dergelijke, dat het wordt vastgezet. En ons doel als osteopaat is dan om het lichaam het weer te laten loslaten, zodat je weer kan ademen. Want de ademhaling, als je hier je middenrif hebt, als je inademt dan zakt het middenrif. En als je uitademt, dan stijgt het middenrif. Op het moment dat je hier heel veel spanning hebt zitten onder het middenrif, dan zie je heel vaak dat dat middenrif niet meer goed kan zakken en dat je dus heel hoog gaat ademhalen. Dus je mist ook een stukje prestatie. Nou, ons doel is dan om die spanning daar weg te halen. Natuurlijk is het goed om te realiseren dat we hier maar een paar technieken laten zien, maar stel, we vinden hier spanning onder het middenrif, dan kunnen we ervoor kiezen om eerst het middenrif proberen te beïnvloeden via de zenuwen. En het middenrif, wat veel mensen niet weten, wordt aangestuurd vanuit de nek via de nervus phrenicus voor de kenners. En de nervus phrenicus, dus de zenuw die het middenrif aanstuurt, wordt aangestuurd vanuit het midden van de nek. Dus we proberen dan om te kijken van, hey, welke beweging gaat het meest goed? Dus stel rotatie naar rechts gaat niet goed, dan kunnen we kijken. En daarmee geven we dus een impuls via zenuwen naar het middenrif, waardoor die mogelijk wat beter gaat bewegen en een wat pijndempend effect. Daarnaast kunnen we ook ervoor kiezen om direct op deze plaats meer ontspanning te creëren, zodat je weer beter kan doorademen en minder klachten hier ervaart. En dat kunnen we doen door de patiënt te laten zitten met het gezicht die kant op. Oké, mag je een beetje inzakken. Dan plaatsen we de handen dus onder het middenrif. Mag je eens even inademen.
En uit. En in. En uit. En wat we dan eigenlijk doen met de handen, dan volgen we de beweging van het middenrif. En in. En ja, we noemen dat dan met een mooi woord mobiliseren. Dan mobiliseren we alle structuren die daar liggen. En je merkt dan vaak, als je dat een aantal malen hebt gedaan, dat je direct meer ruimte ervaart. En beter kan doorademen. En je kan via deze manier ook best wel diep in die buik komen. Dus je kan ook als de spanning wat dieper zit, kan je echt wel dat goed losmaken. Dus we kunnen dus de nek behandelen, de plek van de pijn zelf. Maar we kunnen ook ervoor kiezen, op het moment dat je merkt dat de spanning wat lager zit, om die darmen en die buikspieren wat los te maken. Want net zoals wat hoger, als je een hele harde klap in je buik hebt gekregen, gaat dat aanspannen. Dus dan kunnen we ervoor kiezen om die darmen, nou hier zit dus een pijnlijk plekje, een beetje in zijn linkerbekkenregio, om die goed los te maken. En dan gaan we weer kijken, stel de darmen zijn gevoelig, waar worden die vanuit aangestuurd, hoe kunnen we die doorbloeding verbeteren, etcetera, etcetera. En dan op het moment dat we zien van oké, dit is weer goed ontspannen, hij kan weer goed doorademen, er is minder pijn, dan kunnen we kijken van oké, hoe gaan we nou voorkomen dat het weer snel terugkomt. En het kan bijvoorbeeld zijn door krachttraining, maar het kan ook zijn dat we de patiënt aanleren hoe hij die technieken zelf kan doen. Nadat we de buik manueel hebben ontspannen, ervaar je vaak al een stuk minder klachten. Dus je kan al beter doorademen of je hebt al minder buikpijn. Maar ja, daar stopt het natuurlijk niet. Daar ga je ook helpen om ervoor te zorgen dat het niet terugkomt. En dit kan onder andere door jouw technieken aan te leren die je bij jezelf kan toepassen, zodat je minder klachten ervaart. Daarnaast kunnen we er ook voor zorgen dat je überhaupt minder buikklachten krijgt. Het kan natuurlijk zijn door techniektraining met je coach dat je niet in een neon belly positie komt. Maar het kan ook door bijvoorbeeld je buikspieren sterker te maken, door bijvoorbeeld te leren beter naar je buik te ademen of door bijvoorbeeld je ademhalingsspieren, je diafragma sterker te maken. Wat voor ons belangrijk is, dat het voor jou altijd duidelijk is welk plan eronder ligt. Dus wat doen wij als therapeuten en wat doe jij als sporter? Daarnaast kunnen we altijd met je coach of trainer overleggen welke beweging je beter even niet kunt doen en welke beweging je misschien beter even wel kan doen. Misschien is het nodig om even de neon belly positie even niet 2 weken te doen. Ik hoop dat je dit weer een interessante video vond. Je kan een afspraak maken voor de gratis pijncheck op www.rubenhartog.nl. En daarnaast heb ik een document beschikbaar in de beschrijving waarin ik tips geef hoe je blessurevrij kan blijven als vechtsporter. Tot snel in de praktijk.